Patiënten die dialyseren hebben problemen om aan hun medicatie te komen. Sommige patiënten hebben extra medicatie nodig nadat ze hebben gedialyseerd. Volgens Siegfried Chitrotaruno, voorzitter Nierpatiëntenstichting, dekt de zorgverzekeraar een dialysecyclus van 3 behandelingen per week voor een patiënt. Sommige patiënten moeten echter 4 keer per week behandeld worden. En de extra keer moet uit eigen zak betaald worden. Wat de zaak nog moeilijker maakt, is volgens Chitrotaruno dat de patiënten ook nog moeten rennen achter hun medicatie. Wat ons eigenlijk steekt, is dat wij nu zelf achter medicijnen moeten aanlopen. En het is niet altijd te vinden. Moet u nagaan, wanneer er is een fenomeen, ze noemen het ontheffing. Er zijn brieven niet officieel in de klapper voorkomen. Dan moet je eerst naar SZF gaan, je staat in de rij om een ontheffingsformulier te vragen. Je komt naar hier om in te vullen door de zaalarts, gaat terug en dan hoor je van ja, komt u over een 2 dagen of zo. Er zijn mensen, patiënten, die te lang daar hebben gestaan nadat ze klaar waren, zijn de straat overgestoken. En net op het zichtbaar pad hoorde hij krak. Hij is in één neergezegen en toen bleek dat zijn heupen kapot waren. Dus nu zit hij in een rolstoel, tot overmaat van ramp. Zijn vader is ook bedlegerig. Dus weet u wat dat betekent in zo'n gezin? Hij was dus steun, alles voor zijn moeder. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat met de zorgverzekeraars is afgestemd dat zij individueel met patiënten moeten afstemmen die meer cyclussen nodig hebben. De bewindsman heeft de patiëntenraad vaker ontvangen en er is inderdaad gesproken over de problemen ten aanzien van de medicatie. En met betrekking tot dat van de medicatie hebben we dusdanige oplossingen aangedragen dat feitelijk de patiënten, dus dat de recepten, want patiënten die gedialyseerd worden hebben extra medicatie nodig tijdens de dialyse, ontstolling en al die zaken. Dus wij hebben aangedragen zoals het vroeger was, om de medicamenten via het nierdialysecentrum aan te vragen, zodat de medicamenten in voorraad zijn bij het centrum. Met een goede administratie mag er geen twijfel zijn dat zaken onterecht worden genomen bij de apotheken. Dus het is natuurlijk ook een over en weer geloop voor een patiënt die al gedialyseerd wordt. Dus ik heb dat ook met de patiënten besproken. En er zullen misschien enkele zijn die nog daarvan last hebben. Maar we zullen dat probleem dan ook nader moeten gaan bekijken. Het nierdialysecentrum is aan renovatie toe. Chitrotaruno roept daarom de gemeenschap op om de inzamelingsactie van SUEED te ondersteunen.